Gemeente, de tekst van vanavond, Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Jonge mensen, weet je wie we voor ons zien vanavond? De Heer Jezus Christus. Hij die door zijn Vader gezonden werd naar deze wereld. God zag hoe de wereld was, de Heer zag hoe wij zijn, hoe jij bent, hoe ik ben. En dat is niet zo goed, dat weet je, dat begrijp je. Je hoeft daar niet oud voor te zijn. Als je zou doen wat je wilt, als je naar je ogen zien wat je ziet en je zou dat doen wat je ogen zien en wat je begeert, je lusten of al die andere dingen. Vanmorgen hebt u de Heilige Wet gehoord. Dan schrik je van jezelf, toch? Ik wel. Ik denk van nou, het is maar goed dat die mensen dat niet weten als je staat te preken. Het is maar goed dat je kinderen niet altijd zo in je hart kunnen kijken. Maar weet u wie dat wel doet? De Heere doet dat. De Heere kijkt zo in uw hart, in uw verstand. Hij zag wat u deed vandaag en in de afgelopen tijd. Hij weet waar je aan denkt. En deze God komt tot ons vanavond vanuit zijn woord. En de Heere zegt, hier is mijn woord. Ik wil dat je zalig wordt. Ik wil dat je behouden wordt. En God heeft er alles voor over gehad dat zondige mensen zalig kunnen worden. En hoe deed hij dat? Hij zond zijn zoon, de Heer Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, om te lijden en te sterven, om te betalen aan dat kruis, zodat jij, zodat u, zodat ik zalig kan worden. En hij staat vanavond voor ons. Het Lam van God, de Heer Jezus Christus, en u ziet hem staan. En hij staat daar tegenover de gemeente, tegenover zijn discipelen en eigenlijk tegenover die gemeente wereldwijd, ook in Katwijk vanavond. En dan vertelt de Heer een gelijkenis. En een gelijkenis is er voor geschreven, voor gegeven, dat we die geschiedenis naast ons eigen leven leggen. Want je denkt van, ja, hoe slaat dat nou? Hoe staat dat nou in mijn eigen leven? De Heer wil dat we nadenken. De Heer houdt ons een spiegel voor vanavond. Dan moet je niet verzanden in de details van de gelijkenis, maar let op de grote lijnen van wat de Heer Jezus zegt. En die mensen, die staan daar, zo stel ik me voor, rond de Heer Jezus, in Israël. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Je hoort het al, jongens, je hoort het al, ik ben... Als je iemand leert kennen, als je oog krijgt voor een meisje, een jongen, wil je weten hoe die is, toch? Nou, vertel eens, hoe ben jij? Als je ouder bent, heb je dat ook, wie bent u? En de Heer Jezus willen we ook leren kennen. En dan horen we de Heer Jezus zeggen, weet je, wil je weten wie ik ben? Dan moet je ook tegen die mensen in Katwijk vertellen, op je werk, als je morgen er bent. Johannes 6, de Heer Jezus zegt, ik ben het brood van het leven. Begrijpen we allemaal, we hebben allemaal brood gegeten. Ik ben het brood van het leven. En Johannes 8, ik ben het licht van de wereld. Nou, licht is nodig, dat begrijpt u. Als de lichten uitgaan hier, dan zien we niets meer. Ik ben het licht van de wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Nee, natuurlijk niet, want dan loop je in dat licht van de Heer Jezus. En dan schijnt dat licht van de Heer Jezus overal. En als de duivel nou ergens last van heeft en een hekel aan heeft... Is dat aan het licht van de Heer Jezus? Licht van de wereld. Ik ben de deur der schapen, zegt de Heer Jezus. Je moet door mijn deur. Ik ben de goede herder, hoort u? Goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Johannes 10. En je ziet zo die herder voorop lopen. Je ziet zo de Heer Jezus, die zo al die mensen leidt, ook nu nog leidt. Bent u al een schaapje van die kudde? Moet u weten, gemeente. Jonge mensen, moet je weten. Als je bij de Heer Jezus hoort. En dan hoor je zo duidelijk, dus de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben dat brood, ik ben het licht, ik ben de deur, ik ben de herder.
In Johannes 15, twee keer. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. En dan vers 5. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Nou, dan hoor je het al. De positie van de Heer Jezus. Hij wijst eerst naar zijn vader. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader, zegt hij, is de wijngaardenier. En dan zegt hij, ik ben de wijnstok en u bent de ranken. En dan zie je zo de Heer Jezus tussen zijn vader staan en tussen ons mensen. De middelaar die ons begrijpt. Die medelijden heeft met mensen die leven. Die je niet wegstuurt als je met je zonde bij de Heer Jezus komt en op je knieën terechtkomt. En zo eerlijk vertelt als jongen van 16 of 18 of man van 60 of 80 of vrouw van, vul maar in hoe leeft. Heer, ik heb gezondigd. Heer, weet u wat ik gedaan heb? Ik heb dat gedaan en dat gedaan en dat gedaan. Nou, de mensen sturen je weg. Maar de Heer niet. De Heer wil vergeving geven, schenken van de zonde. De middelaar, gemeente, hij staat voor u vanavond. Hij beschrijft zichzelf in deze gelijkenis als de ware wijnstok. Ergens anders, dan heeft hier Jezus een andere rol. In Markus 12 bijvoorbeeld, staat er iemand, de Heere God plant een wijngaard, zet er omheining omheen, een hek eromheen, groef een wijnpersbak, bouwde een toren en verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. En toen het tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers om van de landbouwers zijn deel van de opbrengst van de wijngaard te ontvangen. En dan beschrijft de Bijbel, dan beschrijft hij gelijkenis hoe ze die man, die slaaf, grijpen en doodslaan. En met lege handen wegsturen. En dan stuurt die eigenaar van de wijngaard zijn zoon, zijn enige zoon, de Heer Jezus, die hem lief was. Voor mijn zoon zullen ze ontzag hebben, zegt hij. En die mensen denken, als we die doodslaan, dan is die erfenis van ons en dan slaan ze hem dood. De Heer Jezus Christus, die stierf op aarde. Ze grepen hem en doden hem en wierpen hem weg buiten de wijngaard. Daar beschrijft de Heer Jezus zichzelf als de zoon van de wijngaardenier. Dat is de zoon van de eigenaar. Hier de wijnrank. Nou, als u in het buitenland bent geweest of blaadje hebt gezien, dan ziet u dat zo'n wijnrank, zo'n wijnstok, is een lelijke, kronkelige plant. Je kunt er eigenlijk niets mee. Een goede timmerman kan er geen planken van maken. Je kan er niet iets moois van maken. En aan die rank, dan komen al die ranken komen eraan, aan die wijnstok. En er zitten bladeren aan en er zitten soms van die prachtige wijntrossen, van die druiventrossen aan. Soms zie je dat als je bij de winkel zo'n druiventros koopt en je haalt hem eruit, dan is dat die hele tros. Denk dat de Heer Jezus zomaar bij een wijngaard in de buurt stond en hij wees het misschien wel aan. Moet je kijken, zegt hij. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de echte. Er zijn dus ook valse wijnstokken. Daar moet je wel op letten. Dat je niet overal achteraan rent. De Bijbel zegt, er zullen vele valse christussen opstaan. Mensen die zeggen dat ze het heil hebben. Nou, dat zien we in deze tijd. Je hoeft maar te googlen en je ziet de meest rare dingen. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En dat weten we. We weten het vanuit Gods woord. En als u de Heer kent, weet u het vanuit uw eigen leven. De Heer Jezus is de ware wijnstok. En wat doet hij? Hij gaat wijzen op zijn vader. Moet je horen, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Kijk, ik zal het niet doen, gemeente, maar ik zie zo'n jongen zitten. Een jongetje zit er bij zijn vader. Ik zag het al net toen we aan het zingen waren. En een meisje bij de vader. Als je het vraagt aan ze, wie is je vader? Dan wijzen ze naar de vader. Dat weten ze. Dat is mijn vader. En je zag het ook. Ik ken ze niet, maar ik zag het. Hoe die met die kinderen omging. Dan zie je, dat is mijn vader. De Heer Jezus zegt, daar is mijn vader. Zegt u het ook, gemeente? Niet een of ander dogmatisch verhaal. Nee, nee, weet u het van binnen. Als u naar boven kijkt, dan denkt u, daar is mijn vader. In het leven en in het sterven. Misschien kun je niet meer zien als je sterft. Misschien ben je zo ziek. Maar één ding weet je. Mijn vader zit daar. Ik ga naar mijn vader toe. De Heer Jezus weet het. Het is mijn vader die daar is in de hemel. Mijn vader is de eigenaar van de wijngaard. Mijn vader, de Heer Jezus,
en zijn vader, samen God, samen met de Heilige Geest, God, samen hebben ze alles bestuurd, samen hebben ze de wereld geschapen. Ze waren al bezig, gemeente, voordat de wereld geschapen was, met het verlossingsplan, met het verzoeningsplan. Ach, moet u horen uit Efeze 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening, zegt Paulus, in de hemel, in Christus. Waarom, Paulus? Gelijk hij ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk voor hem zijn, in de liefde. Paulus wijst erop en de Heer Jezus die zegt het ook, die al met zijn Vader bezig was voordat de wereld geschapen werd. Met uw zaligheid, met jouw zaligheid, met jouw verlossing. Gemeente, als je dat bedenkt, dat deze God van hemel en aarde wist dat jij die zonde zou doen. En misschien ben je nog heel jong. Misschien denk je, ik ben nog zo kort op aarde. En toen zond hij zijn zoon, opdat jij zalig kan worden. Voor de grondlegging van de wereld. Die verkiezing uit liefde, gemeente. Dat u hier zit is een wonder. Echt een wonder. Ik reed hier naartoe en het was heel druk en vreselijk nat. En u begrijpt wel hoe het dan gaat. Ik dacht, we gaan al die mensen naartoe. In ieder geval niet naar de kerk. Wat is er toch geworden van Nederland? Wat is er geworden met die secularisatie? En u mag hier zitten, omdat de Heer u hier brengt. Wat een genade, gemeente. Leg het niet naast je neer. Jonge mensen, zoek de Heer terwijl je jong bent, terwijl hij te vinden is. De beste tijd om de Heer te zoeken is als je jong bent. En dan zul je hem vinden. En is zo'n ander leven. Een leven met de duivel is geen leven. Dat is verschrikkelijk. De duivel wil je kapot maken. De duivel wil dat je sterft in je ellende. Een tijdje geleden sprak ik een vader met zijn dochter van jaar 17, 18 aan de drank. In de duistere greep van de duivelse machten. Dan begrijpt u het wel, toch? Wat moeten we bidden voor onze kinderen? Ook als gemeente. U ziet ze allemaal zitten. Wat een hoop jonge mensen hier. Dat ze door de Heere geleid worden. Dat ze door de Heere beschermd worden. O Heer, geef mijn kind, geef mijn zoon, mijn dochter, geef mijn ouders uw Heilige Geest. God die al bezig was met dat bevrijdingsplan, dat reddingsplan. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Dus de Heer Jezus zegt, weet u waar mijn vader mee bezig is? Mijn vader, de wijngaardenier, die is bezig met zijn wijngaard. Die is niet op vakantie, die is er, die is bezig. Die let op wat er gebeurt. Die kijkt als het ware van rank tot rank wat er gebeurt. De Heer Jezus kijkt zo in uw leven, of bij jou. En de Heer Jezus die zoekt die vrucht van de Heilige Geest in uw leven. Maar eens denken, gemeente, wat dat inhoudt. De Heer Jezus die wil ons iets leren vanavond. De Heer Jezus zegt, maar er zijn twee soorten ranken. Er zijn ranken die vrucht dragen en ranken die geen vrucht dragen. Dus er zijn mensen die door de doop ingelijfd zijn in het verbond, in de gemeente zitten, waar geen vrucht van is. Ze zijn nog niet tot bekering gekomen. Er is geen wedergeboorte en geloof gekomen in hun leven. Ze zitten er wel. Maar ze hebben de Heer niet lief gekregen. Hebt u de Heer lief gekregen, gemeente? Kijk, als je verkering krijgt, dan doe je dat niet omdat je berekenend bezig bent, toch? Zeg toch niet van, nou, ik ben een jongen en het lijkt me handig om een meisje te hebben, want dan hoef ik al die dingen zelf niet te doen. Dus ga ik gewoon iemand zoeken en dan trouw ik ermee en dan zijn we klaar. Nee, dan moet er liefde zijn, er moet aantrekking zijn. Je wordt verliefd op iemand. En dan kun je niet meer zonder. En die liefde moet er zijn in het huwelijk. En die liefde moet er zijn in de gezinnen. Die liefde. En zo is het ook met de Heer. Als je de Heer lief krijgt, dan is er een relatie met de Heer. Hoe is het mogelijk, Heer, dat u uw liefde in mijn hart hebt uitgestort? Liefde tot de Heer. Dan komt er vrucht in je leven. De Heer Jezus zegt, elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Er zijn dus ranken met en ranken zonder vrucht. En God de Vader is aan het kijken.
zo naar die rank? Zitten er vruchten aan uw rank? Nee? Dan knip ik hem af. Zit er vrucht aan uw rank? Ja? Dan zorg ik ervoor dat die vrucht nog beter wordt. En zo neemt die wijngaardenier beslissingen. Radicaal toch, of niet? Jazeker, als er geen vruchten zijn. Kijk, voor de mensen kun je alles zeggen, maar voor de Heer kun je het niet verbergen. Die beslissing van God, die zo radicaal is. U weet wel uit Lucas 13, toen zei hij tegen de wijngaardenier, zie, ik kom al 3 jaar vrucht zoeken bij deze vijgenboom en ik vind ze niet, hak hem af. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? We hebben niet eindeloos de tijd. Ik zei een tijdje geleden tegen iemand die niet in de kerk komt. Ik mag bij u op bezoek komen. We mogen erover spreken. Maar u houdt het weg. U houdt het van u af. Hoe lang gaat u hiermee door? Wanneer houdt u op met dat verzet tegen God? Want het zou kunnen zijn dat de Heer u laat sterven in dat verzet. En dat u verloren gaat. En u bent wel gewaarschuwd. We hebben er al zo vaak over gesproken met elkaar. God die langskomt. Die zoekt. Zijn er nou vruchten aan uw rank of niet? Dat kan als je 8 bent. Dat kan als je 10 bent. Wat bedoelt u? Bent u ingeënt in de Heer Jezus Christus? Bent u deel geworden van de Heer Jezus Christus? Want dan komt de vrucht van de Heilige Geest in uw leven. Dat kan niet anders. Als de Heer begint met u in uw leven, dan maakt hij zijn werk af. Dan word je anders, dan word je totaal anders. Dan ga je bij de Heer horen. Dan heeft de Heer die ketting met de duivel doorgeknipt, jonge mensen. Dan heeft hij geen grote invloed meer op je zoals hij had. Dan word je verbonden aan de Heer Jezus Christus. Vrucht in uw leven. Het is niet altijd eenvoudig om dat te zien. Zeker niet van jezelf. Kijk, dat de Heer spreekt is duidelijk. De Heer spreekt ook vanavond. Misschien zit u er niet op te wachten. Maar de Heer spreekt ook vanavond tegen mij, tegen u. Net als bij Saulus, weet u wel. Die man die zo zijn eigen gang ging. Die mensen vervolgde. En opeens lag hij op de grond. Saul, wat vervolgt u mij? Nou, ik denk dat die man niet wist wat er gebeurde, gemeente. Hij hoorde die stem en hij wist dat het ernst was. En hij wist ook wat hij zeggen moest. Wie bent u, Heer? Ik ben Jezus. En hou nou eens op met je voeten naar achteren te trappen. Iedere keer tegen die dorens aan. Tegen die prikkelaar met uw verzenen tegen de prikkels te slaan. Saulus, wat doe je? Ik ben Jezus. Nou, toen wist hij het, gemeente. Hij heeft er nooit aan getwijfeld of dat nou de stem van de Heer Jezus was. Die heeft het zelf tegen hem gezegd. Was hij er toen? Nou, nog niet. Ik denk dat Paulus het moeilijk vond op dat moment om te zeggen, nou, dat is nou het werk van de Heer in mijn leven. Moet je nou kijken, de Heer is begonnen in mijn leven. Nee, die man zat in de stilte, in de duisternis. Hij kon niets meer zien. Zat hij na te denken over wat hij gedaan had. Nadenken over zijn zonde. Vrucht in uw leven. Wist hij van de vrucht, Paulus? Nee, toen niet. Helemaal niet. Later wel. Later zal Paulus schrijven aan de gemeente van de Galaten. Maar de vrucht van de Heilige Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Toen wist Paulus het. Dat heeft de Heer in mijn leven gedaan. Hij heeft me die liefde gegeven. Die blijdschap, die vrede, dat geduld, die goede tierenheid, die goedheid, dat geloof. Die zachtmoedigheid. En die matigheid. Dingen die we niet hebben van nature. Paulus, wist je dat al toen je daar op de grond lag? Toen je daar zat, in Damascus? Nee, toen wist ik het niet. En hij schrijft aan Timotheus, ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft om mij een plaats te geven in de bediening. Het is niet te geloven, zegt Paulus, dat ik nou dominee mocht worden. Wat ik gedaan heb, dat weet iedereen. Ik was een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied. De Heer is barmhartig geweest, de Heer heeft zich over mij ontfermd. Het is geen grote wonder, gemeente. Als de Heere God zich over je ontfermt. Hij zegt, Heer, u weet toch wie ik ben? U weet toch wat ik gedaan heb? U weet wat ik gezegd heb? En wie schaamt zich daar niet voor? Jonge mensen, jullie zijn al jong.
Moet je maar naar je vader kijken, naar je moeder, naar je opa. Dan zie je het al. Die hebben nog veel meer gezondigd. Die weten wat hier staat. En voor die zondaren kwam Jezus. En deze zondaren wilde de Jezus toespreken. Hoor je nou bij mij of hoor je niet bij mij? Ben je nou ingelijfd, ingeënt in mijn wijnrank of niet? Gods stem, Gods roepende stem. Ken je de stem van de Heer? Ik vind het zo mooi wat er staat. Weet u wel, Samuel, die jonge jongen die gebedsverhoring aan zijn moeder gegeven werd. Moeder kon geen kinderen krijgen. Heer, als ik een kind krijg, een zoon krijg, dan is die voor u. Nou, die werd voor de Heer. Want hij kwam. Zie je hem liggen in zijn bed daar in de tempel? Opeens hoorde hij zijn naam roepen. Samuel, Samuel. En hij wist niet wie het was. En het moest een paar keer gebeuren voordat Eli begreep wie het was, de priester. Samuel, als er nou weer geroepen wordt, dat is de Heer die roept. Wat mooi gemeente. Als je zo tegen je zoon, tegen je dochter kan zeggen. Joh, ik zie dat je ermee bezig bent met de Bijbel, met de Heer. Dat is de Heer. De Heer is bezig in je leven. De Heer roept je. Als de Heer nou weer roept, Samuel, dan moet je zeggen, spreek Heer. Want uw knecht hoort en natuurlijk kwam de Heer. Toen riep de Heer Samuel opnieuw voor de derde keer. Hij had Eli nodig om het te vertellen. Wat mooi als je als ouder in de gemeente jonge mensen erop mag wijzen. Samuel, Samuel. Zie je, ben ik, Heer. Want u hebt me geroepen. Ja, gemeente, spreek, Heer. Want uw dienaar luistert. Daar ligt die jongen, weer in zijn bed. De Heer heeft gesproken. De Heer heeft verteld wat hij gaat doen. Geen fijne geschiedenis. Wat mooi als je Gods stem mag horen. En als je mag weten, ik heb de stem van de Heer Jezus gehoord. En nou mag ik hem volgen. Maar mensen, moet je eens vragen aan je ouders vanavond. Kent u de stem van de Heer Jezus? Dus gewoon vragen aan je ouders. Kijken naar hun ogen. Kijken wat ze zeggen als ze antwoord geven. Moet je als op man en vrouw eens tegen elkaar zeggen. Vrouw, ken je de Heer Jezus nou? Heb je hem lief gekregen? Mag je getuigen van hem? Gemeente, wat een wonder als je mag getuigen van de Heer Jezus. Wat een wonder als je mag spreken van die liefde in je hart tot de Heer Jezus Christus. In het leven en ook in het sterven. O, dat is de vrucht van de Heilige Geest in je leven. Heere, wat heb ik u lief gekregen. Dan is er een relatie tussen hem en de Heer Jezus zegt, met dit voorbeeld, die relatie is zo duidelijk. Hij zegt, als die rank in de wijnstok zit, dan perst die wijnstok vanuit de wortels, zo in de rank, dat water en dat voedsel. En dan komt er vrucht, natuurlijk komt er vrucht. Die voedsel en dat water, dat wordt opgenomen door de bladeren, dat wordt opgenomen door die rank die zo groeit. En dan zie je het komen, die kleine druifjes. En die worden al hoe groter. En die druiventrossen worden al hoe groter. En dan zie je die schitterende druiven, die schitterende vrucht. Ach, misschien zie je het niet van je eigen leven, maar een ander ziet het. Dan zie je, zomaar als predikant, iemand op catechisatie, een jongere, luisteren. Zo eerbiedig luisteren. Dan denk je van, de rest heeft nog niet eens door. Oh, de Heer is vast aan het werk. Dan zie je het misschien bij je man of bij je vrouw. Dan zie je het bij je ouders misschien dat je zomaar in de slaapkamer binnenkomt. Dan ligt je vader op zijn knieën. Op zijn knieën. Dan doe je gauw die deur dicht. Of bij uw zoon. Dat is mooi. Uw dochter. Oh, er komt vrucht in uw leven. Wat een troost, gemeente. Kijk, het is verschrikkelijk als er geen vrucht is. Laten we dat even voorop zetten. Ja, als u nou zegt, nou die wijnstok. Die staat er. Die ranken zijn er ook. Er zitten geen bladeren aan. Er zitten geen vruchten aan. Nou, dat is mijn leven, zegt u dan. Kijk, want dat is de andere kant. Het zijn er maar twee soorten, weet u nog? Eén God, twee soorten ranken. Nee, er zit niets aan mijn rank. Ik zit hier wel. Ik zit hier al 60 jaar. Twee keer in Katwijk in de kerk. Maar er zit geen rank. Aan mijn rank zit niets. Geen vrucht, geen blad. Ik heb de Heer niet lief gekregen. Ik leef nog voor mijn eigen rekening. Ja, dan heb je een probleem, gemeente. Dat begrijpt u wel uit deze tekst. Want dan wordt dat afgeknipt. Dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk. Dan laat de Heer Jezus u niet in het duister vanavond. Als iemand zo is, zonder vrucht, dan eindig je niet in de hemel. Dan eindig je in het vuur. De Heer Jezus zegt, als iemand in mij niet blijft,
wordt hij buitengeworpen, zoals te rank en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Zie je het voor je? Ik denk dat de Heer Jezus zo dat stapeltje zag liggen. Van die man die bezig was in de wijngaard en al die dorre takken eruit had gedaan. Op een stapel gelegd. En het in brand stak. Je hebt er niets meer aan. De Heer Jezus die zo genadig en barmhartig is. God die zo barmhartig en genadig is. Laat ons ook de andere kant zien. Moet je nooit aan de kant leggen. Al klinkt het niet aardig. Al vindt het moeilijk. Al weet u misschien dat het over u gaat. Ga dan op je knieën vanavond. Het geeft helemaal niet als u onrustig wordt. Het geeft helemaal niet als u een keertje een nachtje niet slaapt. Omdat u zegt van, ik heb in de kerk gehoord dat ik misschien niet naar de hemel ga. Dat ik niet de Heer Jezus ken. Lig maar wakker vannacht. Want als de Heer Jezus in je leven komt, ga maar op je knieën. Heere, kom in mijn leven. Want als hij in uw leven komt, gaat hij nooit meer weg. Vruchtdraag. Wat doet die wijngaardenier dan met die vruchtdraag? Als hij bij die rank komt en dan ziet hij die vrucht. Dan ga je die vieze druifjes of die kleine druifjes, dat is nooit hetzelfde. Die haal je eruit, want dan worden die andere druiven al hoe groter. Dan wordt het, die worden zoeter, die worden groter en krijg je vele betere wijn van. En zo is de wijngaardenier bezig in uw leven om u te reinigen. Waarvan? Van zonde, van begeerte, van karaktertrekken die botsen met dat ingeënt zijn. We zijn niet van nature zulke schitterende vrucht, zo'n mooie vruchtgemeente. En dat belemmert de groei van die druiven. De landman ziet dat, de wijngaardenier die gaat aan het werk. Hij gaat ons reinigen, opdat we nog meer vrucht dragen. Nou, dat begrijpt u wel, dat is geen fijn proces voor ons. Nee, want dan ga je eraan. Dan ziet de Heer wat er mis is in je leven. Ziet u de discipelen staan. Ze horen wat de Heer Jezus zegt, u ook. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. O, de Heer Jezus die zegt iets wat ze begrijpen. Van dat rein worden, van dat gewassen worden, van dat schoon worden, van dat twee hoofdstukken ervoor staat. Dat weet u wel, toen waren ze bijna het Pascha en de Heer Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En toen lagen al die mannen aan tafel, weet u wel. Allemaal stoer. Allemaal niet gedaan wat ze moesten doen. Want er stond de Heer Jezus op en hij doet zo zijn opperkleed uit. En dat witte kleed van die slaaf doet hij aan. En water in die kan. En dan knielt de Heer Jezus bij de voeten van de eerste discipel. Ik denk dat die man niet wist waar hij kijken moest. En dan gaat de Heer Jezus met zijn handen die stinkende voeten van die man wassen. Een discipel van hem. Een volgeling van hem. Zij waren te trots. En de Heer Jezus doet het. Ik denk dat ze ademloos zaten te luisteren, te kijken, rein worden. Af te drogen met de linnen doek van zijn middel. En dan komt de Heer Jezus bij Simon Petrus. Heere, wilt u mij de voeten wassen? Dat zal niet gebeuren. Petrus, als ik u niet was, hebt u geen deel aan mij. Als de Heere God u niet was, gemeente met zijn bloed, dat gestort werd op Golgotha. Als de Heere uw zonden niet vergeeft, ze niet wegwast, hebt u geen deel aan hem. En dat ontvangt u door het geloof in de Heer Jezus Christus. Petrus, ik moet je voeten wassen. Heere, was me dan mijn hele lichaam maar. Nee, Petrus, ook dat is niet nodig. Je voeten is genoeg. Je moet rein worden. Ze werden allemaal de voeten gewassen. Zullen we het ook doen, gemeente, bij elkaar. Niet te boven staan. Geen eindeloze ruzies met elkaar in de gemeente en daarbuiten. Goed maken. Samen bezig zijn met deze dingen. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En zo gaat het ook in het leven van een mens. Als deze God het bevrijdend woord in je leven spreekt. Je hoort bij mij, je bent mijn kind, ik ben je vader. Als je mag zien dat die vrucht in je leven er is, jonge mensen. Dan worden je zonden vergeven door dat geloof in de Heer Jezus. De grootste zon. Ik weet niet wat voor u de grootste zondaar is. Misschien iemand die iemand vermoordt. Of iemand die naar de wallen gaat. Ik zei dat eens een paar keer. Er kwamen mensen naar me toe uit de gemeente die dat gedaan hadden. Keurig aan de buitenkant. En we zijn allemaal hetzelfde. Gewassen door het bloed van de Heer Jezus. Dat is nodig. Rein worden. Door dat woord. En wat is het een wonder, gemeente? Als de Heer tot je spreekt. En de Heer bevestigt. Ik ben jouw God. Ik ben uw God. En je hoort bij mij. En je mag weten. Mijn zonden zijn vergeven.
En ik zal ingaan in dat koninkrijk van God als ik sterf. Ik weet niet wanneer u sterft, u weet niet wanneer ik dat doe. Ik heb er vaak genoeg bij gestaan bij mensen waar het gebeurde. Het is zo'n wonder. Als mensen mogen getuigen, als mensen mogen spreken op het sterfbed van de Heer Jezus Christus. De liefde tot de Heer Jezus. Er is niets groters, je vergeet het nooit meer. Gewassen, die wijnrank. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus. En ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u in mij niet blijft. Kijk, dat jongetje, dat zit nog steeds bij zijn vader, ziet u. Geen duimbreed geweken. En dat meisje ligt bij de vader op schoot. En bij de moeder. Geen niets uit elkaar, niets weg. Zolang ze bij die sterke vader blijven, is het goed. Maar als zo'n jochie nou alleen de straat op gaat straks. Alleen gaat rondlopen, dan begrijpt het al. Dan komt het niet goed. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus tegen zijn kinderen vanavond. Blijf in mij. En ik in u. Wat een wonder, vindt u niet? Dat de Heere God door de Heilige Geest zijn intrek neemt in het leven van mensen zoals u en ik. Moet je eens aan denken als je de computer aanzet. Moet je eens aan denken als je met iemand spreekt. Ook na ontvangen genade. Blijf in mij. Ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Niets, zegt de Heer. Nou, dat is niet van deze tijd, gemeente. Toch? Als je een beetje kan studeren. Een beetje sterk bent als jongen, als man. Een beetje handig bent. Dan kunnen we heel veel aan. Zonder mij kunt u niets doen, zegt de Heer. Niets. Dan ga je helemaal fout. Dan ga je de verkeerde kant op. Dan ga je ondergang tegemoet. Bij de Heer blijven. Onder die beschermende vleugelen blijven. Zoals die kuikentjes bij de hen doen. Die eten bij die moeder. En als er gevaar is, dan tokkelt ze en dan vliegen die beestjes onder de vleugels. Blijf nou bij mij. Blijf in mij, zegt de Heer. Ja, je kan ook na ontvangen genade losgaan van de Heer. Dat begrijpt u. De Heer laat je nooit los. Maar je gaat wel je eigen kant op. Er staat de Bijbel toch vol van. Toen David op dat dak liep en Batseba zag. Dat was niet de weg van de Heer. Nee, en dan zie je de consequenties van de ene zonde en de andere zonde en de andere zonde. En de dood is het gevolg. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus, vanavond tegen u, tegen jou, die bij hem hoort in Katwijk. En als u nog niet erbij hoort, dan moet u erbij komen. Hoe dan? Ga maar roepen, Heere, ik vlucht tot u. Ik weet het niet hoe het moet. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Dat is niet iets van 100 jaar geleden, gemeente, dat is iets van nu. Pas op met de duivel. Blijf in mij, zegt de Heer Jezus. Die duivel die loopt rond als een brullende leeuw. Mocht met vakantie zijn, een tijdje. En toen waren we in het Krugerpark in Zuid-Afrika. En dan zie je die beesten, die herten en die bokken. Die beesten die eten. En ze zijn zo gespitst op een leeuw of een luipaard dat rondloopt. Want ze weten dat zomaar vanuit de heuvel of vanuit de boom valt iets op ze. Dus ze vreten wat en dan kijken ze gelijk en ze luisteren heel bewust van een roofdier dat er omheen komt om ze te verscheuren. Pas op, zegt de Heer, de duivel is als een brullende, briesende leeuw, die wil je verscheuren. Houdt u er rekening mee? Met alles waar u naar kijkt? TV? Film? Op je mobiel? In je hoofd? Dat die duivel dat wil? Blijf in mij, zegt de Heer Jezus. Anders gaat het mis. De duivel, zoals die zij schreef in Johannes 8. Die mensen die niet bij de Heer horen. U bent uit de duivel. En wilt de begeerte van uw vader van de duivel doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen. Er was geen waarheid in hem, zegt de Heer. Ja, dat is de duivel. Laten we elkaar maar waarschuwen voor de duivel. En laten we gelijk dan waarschuwen voor de Heer Jezus Christus die de duivel overwonnen heeft. Als iemand in mij niet blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank. En verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Hetzelfde lot als de duivel. Ja, gemeente, dat hoeft niet. Dat wil de Heer niet. De Heer is als die vader van die verloren zoon. Die staat maar te roepen en die staat maar te wachten. En die eigenwijze jongen. Zo stel ik me dat voor. Als je wat ouder je kinderen hebt, dan begrijp je dat. Die eigenwijze jongen. Die wegging met dat geld van zijn vader. Totaal ongehoord. Het doorbracht bij, ach, vult u maar in, dat weet u wel. Ik moet terug.
Ik moet mijn zonde belijden aan mijn vader en aan de Heer. Zie je die jongen terugkomen. En wie staat er, gemeente? Zijn vader staat er. Zijn vader staat te wachten. Want hij wist dat de jongen terug zou komen. Hij hoopte dat de jongen zou komen. Hij had gebeden of de jongen zou komen. Die vader die ziet de jongen al aankomen. Van heel ver. En hij wordt zo blij. Dat hij op de jongen afrent. En hem in zijn armen sluit. Ziet u de Heer wachten, gemeente? Die vader op de verloren zoon. Hij wacht op u. U die hem niet kent. Hij wil tot u spreken. Hij wil dat u zalig wordt. Hij wil dat u in het koninkrijk komt. Bid dan zonder ophouden. Ook in deze tijd van het jaar, het winterwerk dat draait. Zoveel activiteiten. Maar laten we zien op hem. Op de Heer Jezus Christus. We gaan eindigen, gemeente. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Die in mij blijft en ik in hem. Draagt veel vrucht. Zie je wat? Onze God is niet karig. We doen altijd zo klein spreken van de Heer. Nee, onze God is almachtig. Dan mag er veel vrucht komen. En die vrucht allemaal tot eer van hem. Hij moet wassen, hij moet groeien. Ik moet minder worden. Ik leef tot eer van de Heer. Moet je eens op de dieren letten, op de vogels. Ik vond dat zo mooi. Ik zat eens te kijken, ik had wat tijd in de vakantie. Ik zag zo'n vogel die zomaar op zo'n prachtige bloem kwam zitten. Met zo'n lange snavel zo dat nectar zoog uit die bloem. En toen een paar takjes hoger ging zitten en ging zingen tot eer van God. Ik moest eraan denken toen we hier zaten in de nieuwe kerk met al die mannen die zongen. Uit volle borst zongen. Zo tot eer van God. Gemeente, dat je leven gericht is op hem. Dat je spelgrim verder gaat. O Heer, wanneer mag ik thuiskomen? Om zo in die liefdevolle ogen van de Heer Jezus Christus te mogen kijken. Is het makkelijk op aarde? Helemaal niet. Openbaringen 3, zo wie ik lief heb, zegt de Heer, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees ijverig en bekeer. Ja, die kastijding van de Heer, die terechtwijzing van de Heer is soms moeilijk. Maar er valt geen haar van je hoofd, zonder dat de Heer het wil. Zonder mij kunt u niets doen, die week niet ingaan. Niet leven, niet sterven. Blijf maar dicht bij de Heer Jezus. En als u nou ver weg bent, ga terug naar de Heer Jezus. En als je niet kan lopen, weet u nog wat ik zei aan het begin? Ik ben de goede herder. Ga maar heel hard roepen. Dan komt die goede herder. En dan tilt hij dat schaapje, dat lammetje in zijn sterke armen. En hij brengt het in de stal. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt. En u zult mijn discipelen zijn. Dan volgt erop, gemeente. Tuurlijk. Als je veel vrucht mag dragen in je leven. Door het werk van de Heilige Geest. Dan zul je een discipel van de Heer Jezus zijn. Een volgeling van de Heer Jezus zijn. Dan ga je spreken tegen de mensen. Om te vertellen van de Heer Jezus hoe goed hij is. Ga je mensen uitnodigen om hier te komen. Bent u een discipel van de Heer Jezus. Mag u getuigen tegen mensen. Van het grote werk van hem in uw leven. Jonge mensen. Wil je Gods koninkrijk werken? Ouderen. Moet u in zijn koninkrijk werken. Het is het beste wat er is. De wereld heeft niets beters te bidden. Gij zult mijn discipelen zijn. En gebruik me dan maar, Heer. Waar u me plaatsen wilt, breng maar mensen op me weg. Wat u wilt dat ik doen zal, is goed. Gij zult mijn discipelen zijn. En zo te leven, tot eer van God, hier in Katwijk of daarbuiten. Tot hij u haalt. En zegt, nou is genoeg, kom dan maar thuis. Of hij komt terug, op de wolken. Ja, dan is het voorbij. Nu zullen mensen worden toegebracht. Maar dan niet meer. En er zullen al die mensen daar staan. Al die ranken die ingeënt waren, om hem te eren en te loven en te prijzen tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit 31, 17 en 19. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Ja, die wijngaardenier is bezig om te waken. Vers 19, bemint de Heer Gods gunstgenoten. Dat betekent dat je bij de Heer hoort. De Heer die vrome hoedt en straft de trots gemoed. Maar moet je dan horen wat we zingen? Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. U die het moeilijk hebt, hun geeft hij moed en krachten. Die hopend, biddend op hem wachten. Heer, ik wacht op u. Ik zal je versterken. Dan gaan we zingen op Psalm 31, 17 en 19.
Gemeente, laten we bidden en danken. Heere, trouwe verbondsgod, barmhartige God en Vader, zo dank u aan het eind van deze dienst. Heere, u die zo eerlijk met ons omgaat en vanuit uw grote liefde voor zondaren uw zoon schonk en u tot ons spreekt. Heere, u die zo machtig bent, wees zelf de naprediker als we naar huis gaan, dat we die woorden vasthouden, dat we u vasthouden. En als we u niet kennen, Heer, als we dat vanavond gehoord hebben, geef dat we eerlijk zullen zijn en dat we zullen vluchten tot u. Misschien zijn we genezen in de kerk en luisteren we mee. Heer, misschien staat ons leven op zijn kop en zien we geen uitzicht meer. Zo donker allemaal, zo onmogelijk. En u ziet het, u weet het. Heer, u die tot ons roept en tot ons spreekt, kom tot mij, die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Heer, de ware rust is alleen bij u te vinden. Wees met een ieder vanavond, Heer, die hier zit in de kerk of meeluistert. Wil toch geven wat we nodig hebben, heel persoonlijk, in deze nieuwe week. Geestelijk nodig hebben, om dicht bij u te blijven. O Heer, houd ons vast als we weg willen lopen. Net als een vader een kind vasthoudt dat toch die verkeerde kant uitgaat. En wil toch ons doen leven vanuit die liefde, vanuit die genade, vanuit uw woord, om dicht bij u te blijven. Heer, dat die liefde in ons hart al hoe groter wordt. Dat we meer vrucht dragen en dat u de eer krijgt. Ga met ons. Heer, we bidden voor de gemeente, voor uw predikanten die hier staan in deze plaats in Katwijk. Die zo het evangelie mogen verkondigen, wil ze geven wat ze nodig hebben, vervullen met uw heilige geest. Heer, wees met een ieder die werkt in uw koninkrijk. Wil toch uw koninkrijk uitbreiden, ons verwonderen in het gezin. Heer, bekeer al onze kinderen en de jongeren die hier zitten in de kerk. Wat een zegen, Heer. Ga met ze mee als ze naar huis gaan, als ze de studie weer oppakken. Gaan werken, wees met de ouderen, wees met de zeer ouderen. Heer, misschien de avond van ons leven. En misschien weten we wel dat we ernstig ziek zijn en niet lang te leven hebben. Wees dan nabij. Heer, wees met de rouwdragende, zij die een geliefde hebben verloren. Een man, een vrouw, een vader, een moeder. O Heer, wat kan dat zwaar zijn. En wat kunnen die wonden diep zitten. En de mensen begrijpen het niet. Die gaan weer door na een tijdje. En bij ons is het zo sterk. Wil dat toch verzachten. Heer, wil toch een vader van de wezen zijn. Wil toch een man van de weduwe. Heer, wil toch zorgen voor de weduwnaren. Wees met een ieder, Heer. O, wat kunnen we toch slecht tegen lijden en verdriet. Wat hebben we nodig. Heer, wil spreken tot onze ziel. We willen bidden voor de zieken. En we denken in het bijzonder aan mevrouw Jonker. Heer, die nog op de IC ligt. En aan haar man. Wil ze nabij zijn. Heer, als het zo... Als ze zo ziek is, wil er naar lichaam en ziel nabij zijn. Wees met anderen die niet bij namen genoemd worden. Die misschien gebukt gaan onder ziekte en ellende. Wil zijn, Heere, met mensen die alleen zijn, die eenzaam zijn. Die het zwaar daardoor hebben. We willen bidden, Heere, voor hen die anders geaard zijn. Die zo gehoorzaam willen zijn aan uw woord. En toch, misschien zo'n onbegrip van anderen. Ach, wil toch ondersteunen. Heer, u bent die trouwe verbondsgod. Wees met de mannenbroeders van de kerkraad. Geef ze wijsheid om te dienen, om te bidden. Wees met de gemeente om te bidden en op te komen aanstaande woensdag als u het geeft. Om dankdag te vieren. Al stormt het in ons leven, toch dankdag. Heer, wees zo met ons. In deze week schenk wat wij nodig hebben om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang 68 vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Waarom? Hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunstbewijzen 68 vers 10.